Consumentenprogramma met Rob Kleijs en Irene ten Voorde. Nu bij TV Gelderland Plus. Zag u de vendeliers van Sint Hubertus binnen? Een warm welkom bij Hallo Gelderland on Tour. Vanuit de Mallemolen in Groesbeek zegt Hallo Gelderland, hallo Groesbeek! Wist u dat dit dorp onder de rook van Nijmegen het wijndorp van Nederland is? Ja, en dit weekend zijn voor de tweede keer in Groesbeek de Nederlandse wijnfeesten. En daarom dachten wij, we gaan wijn testen. En we hebben gekozen voor deze, voor Prosecco. En we testen onder andere met de Wijnkoningin uit Groesbeek. Maar Groesbeek is meer dan alleen wijn, want het is ook een dorp van carnaval, van voetbal, van smokkelaars en bijnamen. We zitten, dat weet u misschien, midden in de week van De Smaak. Het publiek hier gaat proeven. Een deel van hen gaat blind proeven. Onder leiding van smaakdeskundige Bob Kramminkel. We zijn heel erg benieuwd of ze straks weten te raden wat ze hebben gegeten. Ja, en wist u dat er onlangs een nieuwe smaak is ontdekt? Gewoon op uw eigen tong. Daarover gaan we straks heel veel uitleg geven. En Ramon gaat koken. Onze eigen Ramon van de Wolfsberg hier gaat met streekproducten iets fantastisch maken. Eerst maar eens heel even kennis maken met de plaats waar we zijn. Dit is Groesbeek. Groesbeek vormt samen met Berg en Dal, de Heiliglandstichting, de Horst en Bredeweg, de gemeente Groesbeek. Groesbeek heeft 19.000 inwoners. Wat een gezelligheid in Groesbeek, jongens. Kom er maar eens even bij. Groesbeek wordt ook wel het binnenste buitenland genoemd. Dat komt onder andere door de heuvels in het dorp. Gevormd toen de gletsjers in de ijstijd ophielden bij Groesbeek. Zo kent iedereen natuurlijk de Zeven Heuvelenweg van de Vierdaagse en de Zeven Heuvelenloop. Maar heeft u zich wel eens afgevraagd of het er nou ook daadwerkelijk 7 zijn? De Zeven Heuvelenweg richting Groesbeek. Gaat u even mee, we gaan tellen. Het is 1. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelooflijk gehad. 2. Opzij, opzij, opzij. Want wij zijn hartstikke lang. 3. We hebben maar een paar door. 4. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer door. Moet dit half om nummer 5 zijn? Dan gaan we naar beneden. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Dat zijn er 5, nou ja, 6 als je deze meetelt, maar geen 7. Waar is die andere dan? Dat klopt, daar heeft het inderdaad. Maar, ja, het ligt er eigenlijk helemaal aan waar je begint. Want als je dus bijvoorbeeld van de grafwegen afkomt, dan krijg je de eerste klonjes, de tweede klonjes. Maar die... Daar zitten allemaal al die heuvels in. Maar luister eens, loopt u niet deur naar de Holtlaan en dat een heuvel erbij? Oh, ja, van het bos. Dat u daar van de Wollersberg afkomt. Want het begint al in het dorp, hè? Als je hier bij het stoplicht bent en dan heb je al de Zeven Heuvelenweg. Dat... Hebt u ze wel eens geteld? Ik heb ze wel eens geteld. Het zijn echt 7 heuvelen, hoor. Als je van die kant begint, vanaf de Musbeek, en je komt Groesbeek binnen, dan heb je er alleen. En dan krijg je wel een stuk of 9 verder geen berg en dal zit. Als je een echte Groesbeker bent, dan heb je een bijnaam. Maar Groesbekers hebben sowieso hun eigen taal. Ook vastgelegd in een heus woordenboek. Er is een tijd geweest, toen vonden, ja, niet de Groesbekers zelf, maar anderen vonden dat je je ervoor moest schamen. Maar mensen hebben wel geleerd hun dialect weer te waarderen. Hebben het weer teruggepakt. Ook door bijvoorbeeld zo'n boek. Vinden mensen geweldig. Er zijn mensen die lezen het als een roman. Het is gewoon poëzie. Als je er doorheen leest, het is fantastisch. Groesbeeks is poëzie. Groesbeeks is poëzie. Het is mooi weer, niet. Niet. Alle Groesbekers lijken wel hetzelfde stopwoordje te hebben. Niet. Dat is ja, en ook nee. Och, het is hier zo mooi hè, in Groesbeek. Zo'n gezellig dorp en de mensen hangen allemaal aan elkaar. En ja, ze zien heel erg veel voetballen. Uniek is namelijk dat er 3 teams uit hetzelfde dorp spelen in de hoofdklasse amateurs. De Treffers, Achilles en Germania. Maar er is niet alleen voetbal. Groesbeekers houden ook van andere sporten. Zoals golf. Op allerlei verschillende manieren. Wat zien we hier? Ja, dit is discgolf. Een hele nieuwe rage in Nederland. Wat is het dan? Ja, dat is eigenlijk frisbee werpen. En proberen met zo weinig mogelijk worpen rond te komen door over de baan heen. Ja! We zijn er zelf van geschrokken dat er zoveel mensen op afkomen. Ach, bijna mevrouw! In zo'n sportieve gemeente kan de burgemeester natuurlijk niet achterblijven. Burgemeester Gert Prik bestuurt hier de fietslorry van Groesbeek. Hij was de fitste burgemeester van Nederland in 2006... en het kost hem dan ook geen enkele moeite om te fietslorryen van Groesbeek naar het Duitse Kleef. Gaat allemaal goed. Ja, hartstikke leuke burgemeester. En die 3 voetbalploegen ja. Dus. En eens even horen, wie van u is er voor Germania? Doe eens even de vingers omhoog. 1 Germania fan hebben wij hier. En die wil gewoon in beeld komen. Hebben we Achilles-fans? Achilles-fans? En de Treffers? Ja, dat zijn toch de meeste, de Treffers hier. Want, en de Treffers hebben het leuk gedaan, hè? Weekend gewonnen van Achilles. Maar wel verloren van de Graafschap. Ja, dat is toch weer jammer. Rivaliteit hier ten voeten uit dus. Dat is het voetbal met 3 hoofdklasses. Dat is uniek eigenlijk in heel Nederland. Maar wij gaan eens wat anders doen in Groesbeek. Want ze houden hier ook van lekker eten en drinken. Wij gaan koken. We zijn hier in de buurt op pad geweest om heerlijke producten van Groesbeekse bodem te vinden. En daarmee willen wij een kok uitdagen. En de kok die we dit keer uitdagen heet Ramon. En hier moet hij mee koken. En omdat Groesbeek echt een wijndorp is met maar liefst 6 wijnboeren... uit de kolonjes, voor in het gerecht, rode wijn. Net over de grens, in Wieler, Duitsland, kopen we Schweinefleisch. Voor de kook. Ja. En moeten we het alleen nog wel even zien de grens over te krijgen. Ja, Groesbeek was ooit een echt smokkelaarsdorp, dus dit gebeurde vaker. Ja, kom maar op, de kust is veilig. En een bosje biologische winterpeen, kilo of 12 denk ik, van de landwinkel op Klein-Amerika. Van imkerij De Bosrand in Groesbeek gaat er in het gerecht van onze kok ook honing, die hier door de bijtjes zelf wordt gemaakt. Ja. Honing, hè? De cameraman is al gestoken, hè? Peen, wijn, honing en Schweinefleisch. Ramon van Hal, chefkok van het Groesbeekse restaurant De Wolfsberg. En dat is een gerenommeerd restaurant. Staat hier ja, zijn ding te doen met die ingrediënten. Had je, toen je dat hoorde, zoiets van, oh jee, wat moet daar nou mee? Nee, in principe niet. Nee, ik ken alle producten, gelukkig. Dus ik heb wel redelijk korte tijd nodig gehad om er iets leuks van te maken. Ja. 1 gerecht ga je maken, hè? Ik ga 1 gerecht maken. Het gerecht wat ik ga maken is een Schweinefleisch. Dat komt oorspronkelijk uit Duitsland. Met een Hollands gerecht, namelijk hete bliksem. Hete bliksem, maar dan met knolselderij. Dat Schweinefleisch ga ik insmeren met honing. En op lage temperatuur garen, zodat die heel mooi, mooi droog en mooi smeuig wordt, zeg maar. En we zijn natuurlijk straks heel erg nog niet verklappen, want je hebt ook een naam bedacht al. Maar ja, dat gaan we straks horen. Ja. Veel succes, dankjewel. Want het moet nog wat worden. Ja, ik ben volop bezig, dus het komt helemaal goed. Zet hem op. Dankjewel. Wijnfeesten dus in Groesbeek dit weekend. En als u nou eens in de buurt bent, kom langs. Het centrum zit vol, deze Mallemolen is genoeg te doen. Allemaal feest en wijn. En dus moet je gewoon wijn testen in Groesbeek. We hebben gekozen voor Prosecco. Dat is een witte, mousserende wijn uit Italië. En Theo Borgers, vinoloog en Groesbeekers... dan zegt men vaak, dat is een goedkoop alternatief voor champagne. Nou, op zich klopt het wel qua prijs. Het is goedkoper als champagne. Het heeft natuurlijk ook te maken met de druivensoorten die ze gebruikt hebben. Het zijn andere druivensoorten die ze gebruiken. En de methode waarop ze een Prosecco maken is ook anders dan een champagne. Een champagne krijgt altijd nagisting op fles, met name de tweede gisting, en krijgt zodoende zijn natuurlijke koolzuur. Ja, en wat is nou lekkerder? In champagne proef je wel. Als een echte champagne tussen zo staat, die springt eruit. Qua smaak en heeft ook meer moes, meer bubbels. Naast jou, de Wijnkoningin, voor de tweede keer alweer. Maud Muskus. Wat moet je daarvoor doen om Wijnkoningin te zijn? Je moet in ieder geval een lekker glaasje wijn kunnen drinken. En ook weten te waarderen. Je moet een beetje bekend zijn met de Groesbeekse bevolking. En je moet ook niet te verlegen zijn. Nee, oh, dat ben je niet. Jij bent de dochter van een wijnboer hier uit Groesbeek. Dus jij bent in een vat wijn grootgebracht, denk ik dan. Nou, ze hebben nog niet zo heel lang een wijngaard. Maar vanaf het moment heb je dat je kon drinken, heeft het gedaan. Deze twee mensen gaan testen. Maar we willen ook twee mensen uit het publiek de gelegenheid geven Prosecco te proeven. En tegen ons te zeggen, nou, dat is de lekkerste. En die vind ik helemaal niet lekker. Irene, graag van jou een man en een vrouw. Ja, want er staan een man en een vrouw. Dus we gaan een man en een vrouw hier uitkiezen. Wie wil er graag meetesten? Wie is er een Prosecco-liefhebber en zegt ja? Hallo. Niet allemaal tegelijk. We kunnen ook vrijwilligers aanwijzen. Ja, dat kunnen we ook gewoon doen. Dan zijn we heel simpel en gaat die meneer meetesten. Met het rode shirt. En hebben we nog een dame nodig. Dames. Mevrouw met het stippeltje shirt erachter. Doet u meetesten? Ja, dat gaat zo hoor. We moeten het even over de brug helpen, maar dan komt het ook goed. Jawel, dat is altijd. Het is de verlegenste, die gaan hier op de knieën naar huis, denk ik. Ga ik even hier staan. Wat u waarschijnlijk al heeft gehoord is dat het de Week van de Smaak is. Hier op tafel staan een aantal lekkernijen. Ik ga ze laten proeven aan de mensen hier aan tafel. En dan beginnen we hier. U mag deze proeven. Dank u. Deze mevrouw dan. Ja. En aan deze mevrouw wil ik graag dit laten proeven. Meneer, is het lekker? Heerlijk. Ja, wat is het? Garnalen. Het is garnaal. Mevrouw? Ja, het is heel lekker. Wat is het? Geen worstliefhebber, maar ja, het is een beetje filet Amerikaan-achtig. Maar... Het is van vis. Vis, denkt u? Ja. Oké. Is goed. U heeft gegeten, hier, dames, vleesvervangers die qua vorm en kleur heel erg lijken op vlees. Dit zijn vegetarische garnalen. Dit is vegetarische kip. En als je goed kijkt, ik weet niet of je dat kunt laten zien, is het zeg maar gegoten in de vorm van een kippetje. Dit is vegetarische filet américain. En dit is vegetarische gerookte achterham. Het is in ieder geval wel de bedoeling dat wij in Nederland met z'n allen wat minder vlees gaan eten. Dus misschien helpt dit wel. Want het ministerie van Vrom vindt dat de vleesproductie veel te belastend is voor het milieu. En dus moeten we aan de vleesvervangers. Dan gaan we even naar Rob. Daar, die staat aan de andere tafel. Daar is met een bril op, zeg maar, getest. Nou ja, eigenlijk met een bril die heel donker was. Doen jullie brillen maar af, jullie doekjes. We hebben jullie geblindeerd. Jullie hebben dezelfde producten gekregen. En jullie zijn wel begeleid door oma Bob, zeggen wij hier altijd. Bob Kramminkel, onze smaakdeskundige. Bob, wat hebben de mensen tegen jou gezegd dat ze proefden? Nou, ten eerste complimenten dat jullie het gedurfd hebben. Want het is heel raar, proeven met een blinddoek voor. Zeker producten die je niet kent. Dus complimenten daarvoor. Er is van nummer 1 gezegd. Er zit een deeglaagje omheen. Dat lijkt ook wel zo, een beetje olieachtig. Ja. Het is geen vlees, maar het zit in de visrichting. Ja. Bij het tweede is gezegd, het lijkt op vlees, rundvlees. Misschien zelfs wel wild. Ja. Een goede smaak, goede structuur. Toen ik later vroeg, wat vond je het allerlekkerste, het allerbeste? Was nummer 1 op de eerste plaats, nummer 2 op de tweede plaats. En ik had het idee, deze twee zijn duidelijk beter dan... De filet américain en de ham. En we noemen dit filet américain, maar je kan er een naam aan geven. Het zijn vegetarische producten. Is dit nou een goede ontwikkeling? Het is, zeker als dit op de markt is, dan kan je dat heel goed eten in plaats van... Zijn jullie geschrokken? Nee, het was allemaal lekker. Het was allemaal lekker. Maar zouden ze nou, Bob, als ze kijken, anders proeven dan geblindeerd? Ja, dat denk ik wel, hè? Want mogen jullie eigenlijk... Ik denk toch dat door je ogen beïnvloed... je ogen beïnvloedt toch wat je proeft. Dit is een pannenkoek. Is een reepjes. En als je blind proeft, dan proef je... echt duidelijker. Ja, smaak en smaakbeleving. Bob gaat zo meteen nog veel meer daarover vertellen. Heb ik hier nog, als jullie het goed vinden, een lekker toetje. Ga ik jullie gewoon ook laten proeven. Er zijn echt proefkonijnen hier. Proef maar. Het is een bijzonder snoepje. Jullie krijgen ook allemaal hoor, en het publiek. Die staan allemaal een beetje te kijken van krijgen wij niks. Maar het gaat zo meteen het hele publiek door. Het is een combinatie van drop en chocola. Lekker? Moet je van houden, hè? Ja, ik hou niet van zoet. Vindt iemand het erg lekker? Ja, ze vindt het lekker. Drop en chocola. Ongebruikelijke combinatie. Maar ja, zo verzinnen ze van alles met smaken. Dank jullie wel. U zag al een hele hoop hele mooie beelden van Groesbeek, maar Groesbeek is nog veel meer. Want ook dit is Groesbeek. Ik ga nu presenteren de kunstenaars van Dakaert. Ze maken kunst op bestelling. U zegt wat u hebben wil en zij maken het voor u. Zo ja, til hem maar op. Een schilderij, niet door jouzelf gemaakt, maar wel met een thema waar jullie gewerkt hebben, hè? Dat klopt ook, het installatiebedrijf Nillissen uit Groesbeek. Die hebben bij jullie gezegd, wij willen graag wat kunst aan de muur. Dat klopt. En toen zijn jullie aan de gang gegaan. Ja. En dit is er een van, als ik goed kijk, zie ik een soort badkamer, klopt dat? Dat klopt. Met een wc, hartstikke leuk en dat hangt bij dat bedrijf. Dat klopt. Wat is er bijzonder aan dit project? Dit is een groep kunstenaars met een verstandelijke handicap. En dat is bijzonder eraan. En de kunst die kan op verschillende manieren toegepast worden. Bijvoorbeeld dit... Maar hebben we voor de gemeente Nijmegen gemaakt. Prachtig porselein. En zo kun je op allerlei manieren de kunst gebruiken die wij voor bedrijven maken, zeg maar. En wat kost dat? Ja, dat is altijd een overleg met de opdrachtgever. Vind ik heel netjes. Ja, ja. Applaus voor de mensen van Dakaert. Ja. Dank u wel. Nou, de taak is binnen, maar ook heel Groesbeeks is mevrouw Toos Zegers. Zij trekt horden vol toeristen met haar iconen, geborduurde iconen. Hoe komt u er nou bij om dat te gaan doen? Ja, dit is al gegroeid van de lagere school eigenlijk af. Borduren is altijd mijn hobby geweest. En ja, iets wat je graag doet, dat kun je niet laten, hè. Maar waarom iconen? Waarom iconen? Ja, door de achtergronden, daar lees je over. En dat trekt me aan. Ja. En daar vind ik ook mijn rust in. Uw assistent heeft een heel... palet eigenlijk op een icoon. Waar haalt u de inspiratie vandaan? Wat moet er voor u allemaal op? Wat moet er allemaal op? Ja, ik werk altijd van voorbeelden af, dus dat komt erop. En ook dit is te koop, hè? Wat moet zo'n icoontje doen in de winkel? Nou, die verkoop ik niet voor een paar €1000. Dat zit er ook meer dan €1000 in. Want het kost wel wat tijd ook. Het kost wel tijd, ja. Ja, ik heb iconen van 80, 100 uur en ik heb ze van duizenden uren. Dus, en van prentbriefkaart tot 1,60 meter en 1,15 meter breed. Dus hele grote. Ga eens kijken bij Toos Zegers en haar iconen. Applaus voor Toos in ieder geval. En dan hebben we nog een typisch Groesbeeks product. Kom maar, Clown Kwiebes. Hallo. Volgens mij kent iedereen hem toch in Groesbeek? Ja hoor, ze kennen hem allemaal. Helemaal goed, dank u. Leuk. Nou denken wij altijd, ja, clowns, het is gewoon hartstikke uit. Dat is helemaal niet meer. Nee, integendeel is waar. Kijk, als je met de tijd meegaat en de kinderen in deze tijd toch weet aan te trekken met een bepaald iets. Nou, wat heb ik gedaan? Voor 10 jaar, ik ben meer dan 25 jaar opgetreden door het hele land als clown. En voor een jaar of 10 terug ging men vragen van, kan die clown bij ons op het kinderfeestje komen? Ik denk van, ja, voor woensdagmiddag 1 kinderfeestje, dat is natuurlijk commercieel ook niet echt handig. Wat doe ik? Ik draai het om, ik laat de kinderen naar mij komen. We zijn nu 10 jaar verder en nu komen ze uit de straal van 60, 70 kilometer, komen mensen naar ons. En wat hebben wij? We hebben een hal van 500 vierkante meter overdekt, waaronder al een hele grote speelkooi, glijbaan, springkussen, trampolines. Je hebt een hele grote draaimolen. Van de gemeente Groesbeek, hè? Je staat gewoon in de stad aangegeven. Zodat men weet waar we wonen natuurlijk. Ja. Want het is niet alleen voor de Groesbeekers, die weten ons te vinden, maar mensen van Den Bosch of van Venlo moeten natuurlijk ook bij ons kunnen komen. En hij sponsort de Treffers. Ja, dat vinden de mensen van Achilles en van... Nou, maar... Vinden ze minder hoor, maar... Bij Achilles sponsor ik ook hoor. Oh. En bij Germania ook hoor. Dat hoort wel. Kwiebes. Gaan wij eens even kijken wat hier gebeurt. We hebben 2 nieuwe testers in ieder geval te introduceren aan de bar. Daar zie ik een bekend gezicht van Radio Groesbeek volgens mij, hè? Dat klopt, Rob. Ja, Herman, jij bent bezig met de Prosecco. Hoe bevalt die jou? Ja, het zijn er in ene keer een hoop die je dan even moet proberen. En dat dus hou het lekker binnen in ieder geval. Komen we straks met de uitslag. De mevrouw tussenin. Hoe heet Johanna Brouwer. Johanna Brouwer. Johanna, jij bent een echte Groesbeekse? Nee, ik ben geen echte Groesbeekse. Import? Maar ik woon al bijna 20 jaar hier. Dus. Heb je nog geen bijnaam? Nee, nou, ik denk het niet. Nee. Nee, het niet. Ja, dat hoort dan, hè. Zo van, Hanna die later in de Groesbeek is komen wonen. Maud. Hoe bevalt het jou? Het bevalt mij prima. Dat drink jij wijn? Ja, ja. Voor Wijnkoningin. Dan krijg je meteen een naam. Ja, daarom. Dat gaat snel, hè? Ja. Theo, de kwaliteit. Nou, ja, dus het duikt verschillende. Ik denk ook dat je hier bijvoorbeeld... hier staat een glas tussen, die blijft mousseren, die blijft maar een beetje prikkelen. De ene is een frisante, die heeft de minste bubbel. En de spumante heeft de meeste bubbels. En omdat er dus eentje tussen staat, die blijft bubbelen... dan denk ik dat van die Prosecco's dat er toch een verschil in zit tussen spumante en frisante. Wij gaan doorbubbelen en straks de uitslag van 6 tot en met 1. Okay. Nog veel genoegen. De week van de smaak, daar gaan we hierover verder praten. Vlak nadat er een nieuwe smaak is ontdekt door een Amerikaan... en die gewoon te vinden is op onze tong, een 6e smaak, de smaak calcium. Bob Kramminkel is de directeur van het Centrum voor Smaakonderzoek in Wageningen. Nou kennen we bitter, zout, zoet... en zuur. Toen kwam er een 5e bij, een tijdje geleden, umami. En nu hebben we calcium. Hoe ontdek je nou zo'n nieuwe smaak? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik weet ook niet of het waar is, moet ik zeggen. Oh. Die man heeft het ontdekt bij ratten, muizen. En heeft daar ontdekt dat die ratten of muizen, ik weet niet precies, het zullen wel muizen zijn... dat die in staat zijn om calciumsmaak waar te nemen. Maar heb jij ooit wel eens calcium geproefd? In nou ja, ik zat me dat af te vragen. Die mevrouw houdt hier een glas melk voor mij vast. Als ik dan zo, zeg maar, pol... dan zou daar ergens op mijn tong... Als het waar is? Als het waar is, een calciumsmaakje moeten zijn. Ja. Ik proef het niet. Nee, ik ook niet. Nee. Nee. En dat umami, wat was dat ook alweer? Umami is een... ja, dat betekent yummy yummy. Dat betekent lekker in het Japans. Dus dat is een smaak die dingen lekker maakt. Ja. En wordt veel gebruikt in de keuken. In ketchup zit het, in Japanse sausen zit het. En het, we kennen het als smaakversterker. Yummy, yummy. Ja, yummy, yummy. Lekker, lekker. We zeggen dat ook wel eens, hè? Zo zijn ze echt jarenlang, nou, jullie natuurlijk ook bezig met het ontwikkelen van allerlei onderzoek op het gebied van smaak. Wat gaan we nou nog meer krijgen? Komen er nog meer smaken, denk je? Nee hoor, nee. Een mens is heel gevoelig in mondgevoel. Dat hebben we ook bij die vegetarische producten kunnen merken. Dat als er een goede structuur in zit, dan vind je hem gauw lekker als je er een bite in hebt. En mensen zijn heel gevoelig voor structuur. Dat is eigenlijk het eerste wat je proeft. En daarna komt de smaak. En er zijn zoveel smaken, waarom zou er nog meer bij moeten? En er komen er natuurlijk meer bij omdat je nieuwe combinaties ontdekt. Ja, dus maar zeg maar een nieuw plekje op de tong waar een heel nieuw smaakje wordt gevonden, dat verwacht jij niet. Krijgen we wel steeds meer kunstmatige smaken? Want dat heb je wel steeds meer, hè? De kaas die dan geen kaas is, maar wel naar kaas smaakt. Ja, dat is natuurlijk de industrie die probeert om de kosten te drukken. Want de helft van de Nederlandse bevolking die proeft met de portemonnee. En de andere helft die proeft met de tong en de ogen. En ja, dat zijn twee richtingen eigenlijk. Hè? Dus soms, dat merk je bij jezelf ook, dat je soms zegt... ja, dat moet niet te duur zijn. Ik kies voor iets goedkoops. En soms heb je iets waar je zegt, ja, daar wil ik best geld aan uitgeven. Want ik vind die kwaliteit heel erg belangrijk. En daar gaat de industrie op in. Ja, die beweging is er ook, hè? Terug naar puur natuur en naar hele pure smaken. Ja. Naast die andere beweging met steeds meer kunstmatige smaken. We hebben hier een echte Groesbeekse smaak. Als ik u dan vraag wat een echte Groesbeekse smaak is... Bosbessen. Bosbessen, zegt ze dan. Ik bedoel iets anders. Ik bedoel simulamiesoep. Kent u dat allemaal? Simulamiesoep. Ja. Weet u wat het is? Weet u wat het is? En volgens mij is het een groentesoep. Een soep met allerlei verse groenten erin, maar... Nou, we hebben de simulamiesoep laten maken, want het is, hebben wij van horen zeggen, en van oud zeggen, een absoluut Groesbeeks recept. Kijk hoe mooi. Het is een soort restjessoep, er gaan allemaal restjes in. En die wordt wel heel erg lekker. Ik zou zeggen, als smaakdeskundige, zet er je tanden eens in deze simulamiesoep. Een mooie bouillonsmaak, heel lekker. Het voedt goed, denk ik. Ik denk dat als je het bordje op hebt, dat je een halve maaltijd op hebt. Ja, wordt hier geknikt hierachter. Mooi van smaak. Simulamies. Nou, weten we dat ook weer. Het recept overigens van de simulamiesoep, Groesbeekse soep, zetten wij op onze site. Bob, dankjewel. En eet smakelijk. Nou, even een hapje. Ja, simulamiesoep met een beetje Prosecco is misschien nog een hele verrassende combinatie. Hier zie ik een hele hoop geschrijf. Een hele hoop gepraat ook, ondertussen dat er geproefd werd. Ja. Theo, was het moeilijk? Ja, nee. Ik bedoel, maar kijk, we zijn er eigenlijk wel over eens dat die nummer C, in klas C, die bubbelt nu nog, die schuimt nu nog. Dat is eigenlijk wel de mooiste. Maar hij is ook goed voor smaak, hij is fris. Wij gaan van 6 naar 1 en op 6 is bij jullie geëindigd. De laatste die we dus echt de minste vonden is in glas E. Die zit ook tegen de oxidatie aan. Die heeft echt zijn hoogtepunt gehad, is ook niet fris meer. En daar hebben wij... dat is geen wijn waarvan je zegt, die ga ik eens even lekker drinken. Prosecco del Veneto van Super de Boer voor 4,49 per fles. Dus 750 milliliter. Dat is die E? Ja, okay. Op 5. Ja, de rest zit er tussenin. We hebben dus de beste en de slechtste eruit gekozen. En de rest zwemt er allemaal tussenin. Dan zeg ik dat C dus bij jullie 1 is geworden. Ja. Ga ik even die andere opnoemen. Dat is de Collinetta Prosecco. Dat is een blikje van de Aldi voor 3,71. De Martini Prosecco voor 6,99. Il Prosecco en Prosecco Caille Marina. Allebei van Gal en Gal. Respectievelijk voor 7,99 en 11,99. Maar de allerbeste vinden jullie C. En dat is de Prosecco Bellussi van de Mitra. Okay. En je hebt al gezegd, die blijft lekker bubbelen nog. Die blijft lekker op de tong rollen. Doet hij nu nog? Hij is wel de duurste, 13,99 voor een fles. Ja. Mag die dat kosten? Dat het de duurste is, dat proefde ik dus al. Het was ook de beste. Ik vind hem wel prijzig voor een Prosecco, 13 euro. Ja. Ja, ik vind hem wel prijzig, 13 euro voor een Prosecco. Maar goed, hij springt eruit naar boven toe. En dat blijkt dus wel. We vonden hem allemaal de beste. We gaan jullie heel veel wijnfeestplezier geven. Wel. Het gaat lukken. Het gaat lukken. Ja, ja. Ja, en die wijnfeesten hier in Groesbeek die zijn echt bijzonder, heb ik van horen zeggen. En wat eten we er dan bij? Onze kok Ramon van Hal, hier uit Groesbeek, die heeft van de ingrediënten uit de streek een nieuw gerecht gemaakt. Kom erbij staan, Ramon. Wat heb jij kunnen brouwen van winterpenen, honing, wijn en schweinefleisch? Ik heb ervan gebrouwen een op lage temperatuur geraakt schweinefleisch. Met honing ingesmeerd. Ingesmeerd. Met geroosterde winterwortel, hete bliksem van knolselderij en een rode wijnsaus. Prachtig. Heel simpel, heel eenvoudig, maar vast heel erg lekker. Gaan we zo meteen proeven. Wat is de naam van dit gerecht? Aangezien het toch een beetje Groesbeeks is, hou ik het op een smokkelvarken. Een smokkelvarken. Binnenkort te eten in Groesbeek. Vraag ernaar op de kaart. Dankjewel en applaus voor de kok. En het recept van het smokkelvarken is na te lezen op onze website omroepgelderland.nl. Even doorslashen naar Hallo Gelderland. Volgende week dan zijn we in de gemeente Lingewaard. Om precies te zijn in Bemmel. En om nog preciezer te zijn in het wapen van Bemmel. Nou, bent u daar op donderdag? Dan bent u van harte welkom om de opnames bij te wonen. En woont u in de gemeente Lingewaard en heeft u klachten waarvan u zegt, nou, daar mogen ze van Hallo Gelderland wel eens achteraan. Schrijf uw verhaal dan naar kleisklaagbox@omroepgelderland.nl. Wie weet hebben we volgende week voor u wel een oplossing. Hij is raadslid en hij moet zo naar de raadsvergadering, maar komt hier toch nog even met één van zijn bandjes een prachtig liedje doen. Martijn Schmierman is Groesbeker in hart en nieren. De band die er vanavond bij heeft, heet Alles. En heeft ter afsluiting een schitterend nummer over Groesbeek. Weer terug in Groesbeek. Ik wens u hele mooie wijnfeesten. Graag tot ziens. De auto zit flink volgeladen. Het is racehuren dat ik rijd. Vakantie, dat kost wat. Was fijn aan de Costa, nu is dat voorbij. Ik ben het Groesbeek doorgereden en slinger stijlen langzaam aan. Ik kan de weg dromen, de bochten die komen en dan bovenaan. Weer terug in Groesbeek, wat is dat fijn? De kerken in de verte, de molen lijkt zo klein. Weer terug in Groesbeek, weer terug na zoveel dagen. Waarom ging ik toch weg? Jullie? Weer terug in Groesbeek. Ze wilde wat gaan fietsen, maar ik had helemaal geen zin. Dus op de pedalen, langs heuvels, langs dalen, dankzij mijn vriendin. We zochten vele mooie plaatsjes, maar ik raak echt pas in mijn sas. Na heuvel nummer 7 en zit ik heel even te genieten op de raaf. En voor de laatste keer, even met z'n allen, hey, hey. Weer terug in Groesbeek, wat is dat fijn. En bij de Mallemolen zit ik aan de rode wei. Weer terug in Groesbeek, weer terug na zoveel dagen. Waarom ging ik toch weg? Weer terug in... We gaan lallen, jongens! Ja, la, la, la. Ja, la.